Ik ben van kinds af aan Feyenoord supporter. En waar dat vandaan komt, dat mag Mozes weten, maar ik heb het. Het is een soort virus. Alles lukt opeens. Kukju nu zelf schieten. Kukju! Dat hebben echt mooie tijden. Ja. Hansko over de bal heen. Orkun Kukju. 1-0 voor Feyenoord. Ik word nu 80 en het wordt alleen maar erger. En dan zeker met de kampioenschap van het afgelopen seizoen. Met zijn linker, Dilgelsen. Oh, wat een manier! Wat een manier! Ja, ook. Annie nodigde als die tent maar vol was. Annie moest mensen om erin hebben. Oh, man. Dat was wel fijn, hoor. Dat hier weggaat met Jiménez. Even kijken wat het oplevert. Ja, vandaag zijn we in Gette. De grootste Feyenoord supporter die ik ken in ons eigen dorp Gette. Dus we gaan eventjes aanbellen. Volg mij maar. Dit is de grootste Feyenoord supporter. Alles goed? Alles oké. Okay. Paizal draait handig weg. Paizal! Ja, zo even, moet je kijken, er ligt hier keivol. En dan komen we in mijn hockey. Ik heb altijd bij Zwanenberg en Unox gewerkt. Maar als Feyenoord voetbalde, al was het maar langs de lijn op de radio, nooit gewerkt. Zo erg was dat al. Het is een virus, of niet? Ja, dat is een virus, ja. Ja, dit zijn allemaal ingebonden programmaboekjes. Allemaal ingebonden. Allemaal. En dan deze. Dat zijn dan allemaal ook aparte, zie je? Ja. Dus dan moet ik maar eens kijken wat we hadden. Dat zijn al de kaartjes die ik overal gehamsterd heb. Ja. Wij gaan naar. En ik moet er wel bij zeggen, kijk, zo'n dagen, wij hadden geen kinderen. En dat was ons lust en ons leven. En ja, nou is er Annie niet meer. Dus die twee dagen dat er dat feest was in Rotterdam, heb ik anders wel gemist. Ja. Annie reed jou ook altijd? Ja, dat was, Annie, dat was een echte autocoureur. Ja. Dat was haar grote hobby, autorijden. Want wij hebben, zal ik eerlijk zeggen... Feyenoord wezen kijken in Nederland en buitenland. Mijn schoonvader was wel Ajaxiet, maar dat was geen probleem. Daar kon hij ook niks aan doen. Nee, daar kon hij ook niks aan doen. Hij zei wel eens een keertje tegen mij van... als je geen Ajaxiet wordt, blijf je van Annie zelf. Ik zei, ja, nou dan houd ik eens hem maar. Dat was wel leuk. Ja, en in Nederland, net als nou met het nieuwe komende seizoen, al die amateurwedstrijden afcrossen in Nederland, door heel Nederland ook. En ja, net als gezegd, Annie dat was de autocoureur, dus ja, en weet je, Annie vond het geweldig bij McDonald's. En ze vond het in het stadion ook leuk, want ze nam zelf de koffiekan mee en je weet het, hoe ging met de... Dat vond ja. Annie ook geweldig, net als ik zeg, hè. Ja. Ja. En dit hebben goede kennissen voor ons gemaakt. Theo Schelle. Leuk, hè? Prachtig. Ja, dat zijn leuke dingen. Ja. Ja, jongen, het was één gekhuis, man. Hier. Kijk, hier hebben we met Peter Houtman, zie je? Ja. Prachtig, hè? Het is de club waarmee we sterven. De club waarvoor we leven. Vizier op de toekomst. Respect voor het verleden. Een nieuw team. Maar altijd 0-10. Met oude bekenden. Nieuwe gezichten. En jonge talenten.
Samen gingen we op zoek naar magische momenten. Annie was in het kopen van spullen nog fanatieker dan ik, want ze had eigenlijk een beetje van Annie's moeder gehoord, gemakkelijk kopen. Ja, dat hoorden ze natuurlijk. Ja, maar dat weten ze toch, want Annie werd 50. Er stond hier ook zo'n schaar in. Niet kijken, maar kopen. Ja, niet dat ze het overboord gooiden, maar zo'n boek. Kijk, net als zo'n shirtje, die kostte dan toen de tijd al bijna 100 gulden of zoiets. Maar dan pakten we half het seizoen. Nou, daar komt ie. Lange lopen. En laat je horen. Is het nou wel stil, of niet? Ja, heel stil is het. Want je raakt de nul. Ja, het kringetje wordt steeds kleiner en het is nu 8 jaar geleden. Ja. En je moet zo zien, je kringetje wordt steeds kleiner. Ook oud-collega's, oud-dit, oud-dat. Ja, ja, ja. Dat verwaart het allemaal. En ja. Dat is jammer. Want Annie ook, ik weet zeker dat ze er enorm naar uitgezien al 50 jaar getrouwd hadden gehad. Ja. Vriendschap. Oh. Ik zie het, ja. Plannen maak je doorheen, dan kunnen we eens kijken. Ja. Ik zal eens een paar mooie foto's zoeken. Daar staan. En dit doet het allemaal voor. Ja. Ja, en weet je, Lutje, ik zeg ook. Oh, kijk, en dit zijn nog de kampioenschappen van vroeger allemaal, ook nog van oud. Hebben ze ook nog allemaal bijgezet. Mooi hoor. Prachtig boek. Ja, dat is een prachtig boek. Daar ben ik zo blij mee. Net als dat bord wat daar hangt, op de schouw daar, hangt een heel mooi bord. Dat is mooi. Ja. Ja. Ja, vertel maar door, want dat gaat goed. En daaronder had ook nog een mooie, er was ook zo'n elftal. Jongen, ik zal u vertellen, ik vind het aan vooral omdat Annie eigenlijk de motor was voor die gang van zaken. Ja. Want, ja, net gezegd, ze had van iets van moeders georven. En net als dit. Dat zo, ja, en dat ook, want het is gewoon, ja. Feyenoord heeft voor ons enorm veel onvergetelijke momenten gegeven. En bij de thuiswedstrijden van Feyenoord mis ik Annie's, mijn lieve Annie, nog heel erg. Want ja, dat was ons. Je moet je voorstellen, als je geen kinderen hebt en je staat er samen zo fanatiek achter. Ja.